zie mezelf als de begeleider van mijn duiven, de coach, de trainer. Om mijn duiven topprestaties te laten leveren. Jos Voortman houdt niet van het woord duivenmelken. Dat is veel te passief. Hij is al jaren duivensporter. Met 150 duiven die meedoen aan internationale wedstrijden, weet hij wat er voor nodig is om de duiven en hemzelf fit te houden. Dat betekent toch wel in het seizoen, en daar heb ik het in de zomer dag en nacht mee bezig zijn. Je wordt 's ochtends vroeg wakker, je gaat naar je duiven. Je laat ze vliegen, je laat ze trainen. Je gaat de hokken schoonmaken. Het voeren, het binnenhalen van de duiven, de begeleiding van de duiven. Dus voor mij is het fysiek ook zeer inspannend. Want als ik hier klaar ben met deze hokken, dan staat het zweet me op mijn rug. Hoor. Duivenmelken gold jarenlang als sport, ook voor de Belastingdienst. En dat had financiële voordelen. Eén alerte inspecteur vond dat toch vreemd en legde het aan de rechter voor. Ook die oordeelde. Geen sport, maar daar wil Jos niet aan. Het is een combinatie van denken, doen, inspanning en ontspanning. Dus wat mij betreft is duivensport een echte sport. Naast het fysieke element is de strategie ook belangrijk. Zo vergelijkt Jos zichzelf ook met een schaker die zijn leger aanstuurt. Nou, dit zijn mijn soldaten en die halen voor ons duivenliefhebbers kastanjes uit het vuur. En wij moeten alles voor hun ook over hebben. Het kan niet van één kant komen, van twee kanten. En dus is het heen en weer rijden, in conditie blijven en heel veel schoonmaken. En is dit dan echt eigenlijk het fysieke onderdeel van het... Schoonmaken. Ja, dus dat is echt het meest inspannende. En het water geven, et cetera. Dit is eigenlijk meer het werk. Ja. Werk noem ik het eigenlijk. Heeft u wel eens spierpijn van de duivensport? Ja, dat is een goeie. Af en toe wel, ja.